Ik denk dat de meeste Surinamers COFAP kennen als zorgopleiding. En wij zijn een soortgelijke, dus een nieuwe vorm van opleiden van mensen in de zorg. Maar het is een model als van COFAP. Want ja. Je komt in de zorg te werken als je deze opleidingen achter de rug hebt. En het is voor studenten op welk niveau? Nou, dat is een grote uitzondering en dat is nieuw. Wij leiden mensen op niveau 2 en 3, maar ook mensen die totaal geen opleiding hebben, maar wel affiniteit hebben met de zorg of al bezig zijn in de zorg, veelal onder de noemer van andere mensen die wel gediplomeerd zijn. Wij hebben gedacht, we willen deze mensen de gelegenheid geven om een opleiding te volgen, om zich te kwalificeren en mogelijk vervolgopleidingen te gaan volgen in Suriname. Het Reumer College heeft daarom zoveel jaren over gedaan, omdat we niet van start wilden gaan zonder de officiële erkenning van volksgezondheid. Die hebben we al jaren terug. Dat had te maken met het curriculum, hè? De inhoud van wordt het geaccepteerd, is het even hoog als het COFAP of dat wat men in Suriname eist. En dat is gebleken dat het al lang zo was. En toen kwam een volgende fase dat je de vergunning moet krijgen, dat je toestemming moet krijgen van de minister. En op 14 april jongstleden heeft hij mondeling zijn volledige toestemming gegeven. Dus ik zou zeggen, we zijn erkend. Nu zijn we bezig die stap te maken naar het ministerie van Onderwijs, omdat de studenten ook in aanmerking willen komen voor studiefinanciering via de Nationale Ontwikkelingsbank. En daarbij is vereist dat je dan ook bij het ministerie van Onderwijs goedkeuring moet hebben. En dat proces is nu gaande. Maar u zegt mondelinge toestemming van de minister, waarom niet schriftelijk? Hij gaat het op papier zetten, hij heeft de toestemming daartoe gegeven, maar tot gisteren waren we daar en het is nog niet op papier gezet, begrepen wij. Dus we hopen ook met deze oproep, hè, aan de minister en zijn staf, wil u het alsjeblieft op papier zetten, waardoor de cursisten, want al 3 jaar zijn we bezig met inschrijven, en sommige cursisten die wachten echt ook al 3 jaar. We bedanken ze ook bij deze voor het geduld en we willen ze graag laten zien van kijk, hier is het eindelijk. Het is op papier gezet wat de minister vindt. Hij vindt het belangrijk dat vooral in deze tijd waarbij veel mensen uit de zorg wegtrekken naar het buitenland, omdat ze daar beter kunnen verdienen of om andere redenen, of mensen die in de zorg zitten niet meer in dienst willen bij een werkgever, omdat ze moeten hosselen, 4 en 5 baantjes tegelijk. Het is een moeilijke tijd, maar wij vinden daarom juist dat het Reumer College nu op het juiste moment van start gaat om mensen perspectief te bieden, om de mogelijkheid te bieden om een opleiding te volgen en straks ook een vervolgopleiding. Er zijn verschillende niveaus. Zorgen is zorgen, maar je kan het professioneel doen of niet. Je zorgt je grandma, maar ik kan zorgen je grandma professioneel. Kan je bloed prikken, kan je de temperatuur opnemen, je kan communiceren met de arts over een situatie. En daar gaan wij dus mee aan de slag. En de niveaus waarmee we zullen starten zijn niveau 2 en 3, daar hebben we vergunning of toestemming voor. De volgende niveaus, daar zijn we in voorbereiding. Maar we gaan ook een niveau lager. Wat ik u al zei, een heleboel mensen hosselen en je ziet ze van adres naar adres gaan in de thuiszorg onder de paraplu van iemand die wel een bureau heeft en wel een hbo-opleiding heeft. En die mensen die aan de onderkant van de samenleving hosselen, veelal minder verdienen dan degene die dat bureau heeft, die willen we oproepen en de gelegenheid geven, kom, laat je scholen, waardoor je je eigen diploma straks in handen hebt. In het verlengde daarvan, wat zijn de vereisten om op het Reumer College te komen? Nou, er zijn verschillende opties. Iedereen die zijn opleiding niet heeft afgemaakt is welkom. En dan gaan we op basis van hoe ver ben je gekomen, gaan we kijken. Begin je als assistent bejaardenverzorgster, ga je als ziekenverzorgster of kom je gewoon in ons vergaarbak, zoals we dat noemen. De mensen die misschien 3e klas lagere school hebben of minder. Maar gedreven zijn, graag willen leren hoe ze goed en professioneel voor senioren moeten zorgen. Ik denk dat er nooit voldoende aandacht is geweest voor de senioren burgers in Suriname. Je zag plotseling een SZF ontstaan waarbij ze niet hoeven te betalen. Je ziet dan een AOV ontstaan. Er komt iedere keer een bedragje er bovenop. Maar structureel, constructief zorgen voor onze ouderen doen we niet. En zij zijn toch de basis van onze samenleving. Zij hebben gemaakt dat u hier staat vandaag en dat ik hier sta. En ik denk dat de overheid met de particuliere mensen in de zorg, maar ook de mensen van Asiana en noem maar op, in gesprek moet gaan. Wat moeten we doen om iedere senior burger in Suriname die hulpbehoevend wordt,
de garantie te bieden op goede zorg. Ik denk dat beleidsmakers moeten gaan kijken naar hoe kunnen we de zorg voor onze senioren structureren en samen met ondernemers in de zorg, particuliere ondernemers, een goed beleid maken in het belang van de seniorburgers in Suriname. De mensen die de opleidingen van het Reumer College willen volgen, of mensen die zeggen ik heb kennis, ik wil aan kennisoverdracht doen, dus docenten roepen we op, we roepen praktijkbegeleiders op. We roepen ook mensen op die zeggen ik wil mensen die daar die opleiding volgen, wil ik een stageplek aanbieden. Dat nummer wil ik doorgeven maandag, woensdag en vrijdag in de lokalen van Huize Albertine. Helemaal achterop, daar is ons kantoor gevestigd. Het telefoonnummer is 841-0016. We worden gebeld door mensen uit het buitenland die zeggen, wat moet ik doen? Hoe moet ik helpen? We zien beelden waarbij oudjes in erbarmelijke situaties leven. Ik wil helpen. We hebben aan een paar mensen gezegd, er komt een opleiding. Het kost een bedrag natuurlijk, per maand. Het duurt 8 maanden. En spontaan hebben 9 mensen al gezegd, ik wil zo'n cursus adopteren. Stuur me een bankrekening. Mijn pensioen wordt in Suriname gestort. Ik heb daar mijn SRD'tjes. Of ik woon in Nederland. Ik heb hier mijn eurotjes. Ik wil bijdragen. Dus ik denk dat het aan ons, als ondernemers in de zorg, maar ook aan de regering, eraan ligt dat wij moeten gaan kijken om samen met mensen in de diaspora, hoe kunnen wij de oudjes in Suriname een goede en verzekerde oude dag bieden?